Dit is Renatori, welkom bij een gloednieuwe aflevering. In deze aflevering vervolgen wij het gesprek met Robert Vichnoudat, de voorzitter van Leefbaar Suriname. Meneer Vichnoudat, welkom in het programma. En toch wil ik nog vragen, hoe heeft u achterban gereageerd op uh, toen u zo gepresenteerd werd door de ABOP? Nou, u heeft zelf gezien, ik heb daar slechts gezeten. Ik heb geen spreektijd gekregen en ik heb geen woord gezegd. Dus wat daar gezegd is, is gezegd. Men was verrast en ik was ook verrast, want daarna kwam in de media te staan dat ik met een zekere ex-minister van de NDP, meneer Albu, juist, waren overgestapt naar de ABOP. Nou, in mijn geval, uh, ik ga niet praten voor meneer Albu, maar in mijn geval is Vishnu dat nog steeds de politiek leider van leefbaar Suriname en Vishnu dat is nog steeds eigenlijk de trekker voor dat middenblok. En. Ik zeg het nogmaals, want veel mensen denken dat ik alleen voor het middenblok vecht. Nee, ik zeg nog steeds, oude partijen, jullie hebben zoveel jaren de tijd gehad om die verandering te brengen voor de samenleving. Het is jullie niet gelukt. Gun het nu aan een nieuwe speler. Jullie mogen wat mij betreft meedoen. En ik praat over meedoen, maar wat zeggen die oude grote partijen? Wij gaan niet meedoen. Als je erbij wil horen, moet je je aanpassen aan ons. Maar je hebt meer dan 50 jaar niks kunnen presteren. Dan waarom moeten we ons aanpassen. Dus het volk moet nu ook gaan inzien. En kijkt u bijvoorbeeld naar de wereldpolitiek. In Frankrijk hebben die kleine nieuwe partijen het oude regime gewoon finaal verslagen. In Nederland ziet u dat grote spelers ook de ondergang uh, naderen. Je ziet dat die kleine spelers in opmars zijn. En zo moet dat ook in Suriname gebeuren. De samenleving is niet meer dom. De betrokkenheid van elke Surinamer is vereist. Wij zijn geen vijanden van elkaar. Wij zijn allemaal sranambrada nangasisa. We mogen verschillen van visie en missie in de politieke arena, maar uiteindelijk gaat het om een beter Suriname. En dan snap ik niet waarom men elkaar zo zit te bevechten dat men elkaar zelfs ja, het vel over het hoofd wil trekken, alleen om. Verder aan de regeermacht te komen. Terwijl het heel simpel is. Surinamers moeten ook leren om Surinaamse problemen op een Surinaamse manier op te lossen. Toch? En dat zie je dus niet gebeuren in deze samenleving. En het is jammer. En vaak zegt men: Wamang verantwoordelijk gaan zijn Het kan niet. Een regering bestaat niet alleen uit een president, bestaat ook uit een VP en ministers. Als je als minister of VP niet eens bent met iets, moet je een conclusie trekken. Dat is één. Anderzijds zeg ik in besturen, want uh, misschien moet ik een kleine toelichting geven. Toen de voorzitter van de VHP in 2020, mei 2020, gekozen moest worden. En die verkiezingen zijn gehouden op 29 mei 2022. Heb ik in een interview gezegd op 16 mei 2022. Een voorzitter van een partij mag geen president zijn en andersom ook niet. Waarom? Een voorzitter van een partij vertegenwoordigt zijn leden, zijn sympathisanten en achterman. Dus hij is er voor een bepaalde partij. Maar als president moet hij dus zijn voor iedereen. En om, dan, om die neutraliteit te garanderen, zou dat een mooie stap geweest zijn. U weet, heel veel voorzitters van partijen, als ze gewonnen hebben, worden ze president. De huidige president had een hele mooie kans om geschiedenis te schrijven. En daar had ik op gedoeld van laat hij geschiedenis schrijven, laat hij het goede voorbeeld geven. Hij heeft het niet gedaan. Is een gemiste kans. Daarom zeg ik men gaat het niet afleren, maakt niet uit wie uit die oude politiek komt af verandering nou komt. Ik zeg we gaan op een nieuwe manier werken. En hoe doe ik dat? Ik zit bijvoorbeeld gewoon niet in het bestuur. Ik ambieer geen enkele bestuurlijke functie. Als straks blijkt dat leefbaar of het middenblok, want wij gaan niet voor verkiezingswensen, want als dat nou lukt, in Suriname gaat dat niet lukken voor een nieuwe partij. Wij gaan voor een onderhandelingspositie om die te bemachtigen, zodat je linksom of rechtsom onmisbaar wordt om een coalitie te vormen. Dat is wat wij nastreven. Als wij dan binnenkomen, dan gaan wij ook die zaken doen die we beloven. En ik ben iemand, ik beloof niks op persoonlijke titel, want wat krijg je? Als het niet gaat lukken, krijg je die flashback en die backfire uit het veld. En dat is ook goed, want die Surinaamse burgers moeten kritisch zijn en blijven. Maar uiteindelijk zie je dat het hele veld in het begin gedragen wordt. Als je gewonnen hebt, word je gedragen. Maar in kort tijdsbestek was bijvoorbeeld bij deze regering al duidelijk dat ze het niet zouden redden. In het begin was het al duidelijk, en ik uh, ben gewoon ook eerlijk naar de Surinamers toe. In een vrij vroeg stadium heb ik de president van de Republiek Suriname verteld, en volgens mij was dat binnen een half jaar nadat ze aan de macht waren, heb ik de huidige president verteld op het kabinet: president, er zijn twee regeringen in dit land. Eén aan de Kleine Waterstraat, waar u aantrekt, en één aan de Dr. Sophie Redmondstraat, waar de VP aantrekt. Nee, dat is niet zo. Wij bepalen. Wat kan dezezelfde president na ruim vier jaar zeggen op de tv? En dat was in de branding bij Appenti. Ja, ik ben al drie, ruim drie jaar bezig de coalitie te lijmen. Dus hij had geen tijd voor beleid. Hij was bezig de coalitie te lijmen. We zijn ruim een jaar verder en u ziet dat hetzelfde nog gaande is. Dus het volk moet ook inzien, die regering is meer bezig met zichzelf dan met beleid en uitvoering voor het land. Noemt u mij, want u bent een journalist, noemt u mij nu een, al zou ik zeggen drie projecten die in dit land zijn uitgevoerd ten gunste van de totale samenleving. Niet voor een district, niet voor een bepaalde groep, maar voor de totale samenleving. En het moet nieuw zijn. Dan denk ik dat u heel lang achter uw oren gaat krabben. Want u ziet, het is steeds copy-paste van de vorige regeringen die men overneemt. En in sommige gevallen wordt het zelfs verhevigd. We hebben nooit zoveel commissies gezien. Presidentiële commissies. En een mooi voorbeeld is. Ik denk dat u op de hoogte bent dat er recent door de president een verkiezingscommissie is geïnstalleerd. Afgelopen zaterdag waren wij uitgenodigd bij het OKB. Voor een uh, presentatie. En daar heeft de voorzitter van het OKB gezegd dat hij niet op de hoogte is van een verkiezingscommissie geïnstalleerd door de president. Dus je ziet daar al de discrepantie binnen het bestuurlijke. De ene deel van de regering gaat naar links, de andere deel gaat naar rechts. Hoe gaan we dit land vooruit brengen? Als we bijvoorbeeld ook kijken naar het momentum waar we nu staan, beste mensen, dan ziet u. Akondre bruya. We zitten in een crisis. Regering op crisis, Revi. Maar waar is onze voorman, de president, in het buitenland? Is dat belangrijker voor hem om dit land te besturen? Te we op de Tof, want u ziet al dat dit ons niet gaat brengen naar waar we moeten zijn. En nogmaals, ik herhaal het, nog denk je, zo, Want nu krijg je een kruimel. In de toekomst gaan uw kinderen en kleinkinderen en toekomstige generaties het gelag moeten betalen. Apina, dit is wat ik En u gaat aan, u gaat coalitie vormen. Is het dan zo dat de oude politiek toch doorgaat? U gaat niet voor verkiezingswinst. De praktijk leert in Suriname. Dat een kleine partij nooit gewonnen heeft. En als we bijvoorbeeld kijken, je kan nog heel veel, want mensen zeggen ook, in money for, om mee te doen aan de verkiezingen en om te winnen. Goed, je ziet dat men wel een miljoen hebben om de vrijheid van democratie te beoefenen in dit land. Oké, okay, het constitutioneel hof heeft dat afgeschoten, dus dat moet al een teken zijn voor deze coalitie. Van hou rekening met het feit dat in you know, een Queenston-partij dan ziet u ook, bijvoorbeeld in het geval van meneer Sarjo van de BVD... die had heel veel geld en die heeft er ook heel veel geld tegenaan gegooid. Uiteindelijk heeft hij nul zetels gehaald. Dus het gaat niet om geld. Het gaat om dat je die kiezer bewust maakt... van wat politiek voor hem of haar betekent. En dat men zich niet moet laten misleiden door sensatie. Wat ook belangrijk is, is dat bestuurders, dus politici verantwoordelijkheid gaan dragen. Efinoman Clara Neem neem afstand, bedankt netjes. Anderzijds moeten we ook rekening mee houden dat we nog het Surinaamse volk want u weet het, de opleidingsgraad van de doorsnee Surinamer is niet zo hoog, wat begrijpelijk is, want als je moet surviven, je zit de praktijk hier aan de overkant zelfs op straat. Je ziet kleine kinderen rennen met knipper uh, Marcousa, Sinasappel, tussen al die auto's met gevaar voor eigen leven. Voor mij kwam money Want survive niet. Als je wil eten, heb je geen tijd om met een kron maag naar school te gaan. Want hier Sribi, Iberia Ebbari. Hino Masribi, hoe ga je dan naar school? Je gaat surviven. Dus so je ziet die kleine kinderen. Ja, yeah, niet alleen nu. Het is sinds ik in Suriname ben geboren en kan kijken, zie ik dit fenomeen. En. Het is dus ook een keuze voor die mensen om nu in te zien, Wincy you Juna, know, elite of middenklasse, alhoewel de middenklasse in Suriname volledig is weggevaagd, dat het nu tijd is dat elke Surinamer dat recht gaat krijgen wat fundamenteel verankerd is, dus ook voor die kinderen. En dat, die, dat, ik had het niet over regeermacht, ik had het over regeerverantwoordelijkheid. Dus je gaat streven om onderhandelingspositie te krijgen. Dan ga je kijken met welke partij je dan een coalitie kan vormen. En past zijn regeerprogramma ook in die van ons. Want het moet niet zo zijn dat je verschillende regeerprogramma's hebt. En uiteindelijk, als je moet etaleren, als je moet gaan uitvoeren, dan gaat de een naar links en de ander naar rechts. Dat is het geval. En ik ga het met een voorbeeld staven, want dan weet de burger ook waar ik over praat. Want ik praat over feiten. 25 mei 2020 zijn de verkiezingen gehouden. 26 mei was de uitslag bekend. 30 mei, binnen vier dagen, tekent een coalitie een regeerakkoord. Hoe kunt u in drie dagen met vier partijen hetzelfde regeerakkoord hebben? Dat je net zo goed met z'n vieren één blok kunnen vormen. Want als het toch identiek was, had je dat moeten doen. Dus je ziet het: men gaat eerst die verkiezing in, men kijkt hoe de kaarten op tafel liggen en dan gaat men onderhandelen. Dus je had eigenlijk geen regeerakkoord. Je had wat papieren die getekend zijn met de achterliggende gedachte dat we een eenheid zijn. Want het is in Suriname altijd zo geweest: we stemmen niet voor iets, we stemmen tegen iets. En ook dat moet veranderen. Zo heeft u het gehoord van Robert Vishnodat, de voorzitter van Leefbaar Suriname. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Stranatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.